We staan hier in Jotin Boelens Leen, bij Rico van de Voegenwacht. Ik heb een prachtig nestkastje kring van gemeente Achterkaspelen om mij te helpen in de strijd in de eigen proces hierop. Maar wat ik mij toch afvraag, Rico, hoe kan zo'n nestkastje nou helpen in de strijd in de eigen proces hierop? Kun je daar mij er meer over vertellen? Jazeker, ken ik dat. De gemeente Achterkaspelen wil deze maand 1000 nestkastjes beschikbaar stellen. 400 voor de inwoners en 400 voor de voegenwachten. Die worden opgehangen tegen het bestrijden van de IKE-processie erop. Oh, dus hoop je dat de IKE-processie erop je massaal in je toenachtje? Nee, het is de bedoeling dat we op deze manier een grote vogeltjes hierheen gaan lopen, zoals de koolmees en de pimpelmees. En dat die ons helpen kunnen om de IKE-processie erop te bestrijden. Oh, een hele natuurlijke vijand dus. Dat klopt. Oh, en, wat handig. Een natuurlijke vijand, ja. Ja, een geweldig mooie plan namelijk, hè? Maar ik zie je nou nog maar mijn hoesken. Wat moet ik ermee? Kom maar mee, dus ik ga letten hoe we op de juiste manier ophangen. Goed. Hast er nou een paar goede tips voor mij? Hoe ik het nestkastje het beste ophingen kan? Jazeker. Zwaar in elk geval dat het gatje naar het noordoosten wierst, zeg maar. Ja. Of naar het noorden of naar het oosten, maar in elk geval net naar het zuiden. Want dan wordt er in de zomer te warm. Naar het noordoosten hangt er een mooi beskut van een beer. En zwaar die dat er heugen genoeg hangt op een 12 meter hoogte. Voor vijand zoals katten bijvoorbeeld. Dus dan mag het zo nog goed komen. Goed, dankjewel. Dan mag het vers slagje. Hoe weten we nou wat het werkt, al die hoesjes hier? Wie als vogelwacht controleert de nestkastjes. En aan de hand van dat we het balans beginnen te controleren, dan weten we ook wat voor nestkastje bezet is, bewennen is en dan weten we ook wat voor soort vogeltje erin zit. En die hoesjes dan die de bewenners opgaan, hoe geven we daarmee op? De inwoners die een nestkastje kregen, die krijgen een vragenformulier per e-mail met een paar korte vragen en als ze die info en weer toesturen, dan weet ik dat die bezet ben. Oké, nou, prachtig. Ik wist het wel voor je. Ik ook wel. Voor meer informatie over het IKE processieroepproject is naar achterkaspelen.nl/biodivers.